Innovatie gaat niet alleen maar over eentjes en nulletjes. Het kunnen ook kartonnen tenten zijn blijkbaar. Ik zit hier met Jan Portijnen van Kartent. Een echte innovatie lost een probleem op. Welk probleem lost deze innovatie op? Nou, in Nederland worden er op festivals 25.000 tenten per jaar achtergelaten. Ja. En dit gebeurt ook in het buitenland. Dus wij dachten, nou, laten we een tent ontwikkelen van karton, want dat is niet erg om achter te laten. Dus wij zorgen ervoor dat die tent dan al voor je klaar staat. En we ruimen aan het einde ook weer af. En de echte lakmoesproef is natuurlijk op een baggerterrein met heel veel regen. Kan deze tent daar een beetje tegen? Nou, we hebben een hoop meegemaakt afgelopen jaar. We hebben dan bijvoorbeeld op Vlieland gestaan met 50 mm regen op een dag. En daar hebben we zelfs nog tenten verkocht aan mensen die geen tent meer hadden aan het einde. Dus wat ons betreft een succes gezien. Als ik je nou volgend jaar weer spreek hier in deze fantastische tent, wat is er dan allemaal gebeurd met jullie? Ik denk dat de tent iets groter is geworden, want we zijn ook aan het kijken van hoe kunnen we de tent nou weer een stukje beter maken. En ik denk ook dat we hier niet alleen met een tent zullen staan, maar misschien ook met kartonnen krukjes, barren, misschien wel een matje erbij.